Als astronaut de ruimte in of zelfs de maan op is voor vele mensen een echte jongensdroom. Hier in Noordwijk is vandaag een open dag voor de mensen die geïnteresseerd zijn in dit zweverige beroep. En dus meldt zich een waarschijnlijk nieuwe lichting Nederlandse astronauten. Hoe kom je erop om naar zo'n open dag te komen? Website van ESA, maar in het algemeen, ja, ik werk nu zelf ook een beetje in de ruimtetechniek. We maken onderdelen voor dat ruimtestation. En het is gewoon lachen om dan een keertje de onderdelen mee naar boven te kunnen nemen en daar te kunnen gaan spelen. Spelen? Ja, spelen. Ja, het is spelen. Ik bedoel, het moet niet te serieus worden. Neem het serieus. Echt, iedereen daarboven zit, die vindt gewoon lachen om die experimenten te doen en rond te zweven. En dat is natuurlijk het leukste. Ik bedoel, je moet niet te serieus gaan nemen, anders dan wordt het suf. Nou mocht ik één dingetje niet zeggen, hè, voor de camera, wat je net voordat de camera aanging tegen mij zei. Nee, dat klopt. Nee, ja, ik doe het toch stiekem. Ja, zeg maar. Ik zal niet je naam verklappen, maar de nieuwe astronaut van Nederland, die staat hier. En die is dus gewoon reaguurder bij ons. Ja, is toch mooi. Jij zegt niet welke naam, hè? Dat houden we geheim. Nee, dat houden we geheim. Dat, jij kan erachter komen en de mensen met geen stel moeten daar naar gissen. André Kuipers, de tweede of de derde ruimtevaarder van Nederland? Derde maar, hè. We hebben Lodewijk van den Berg gehad. En die wordt in Zeeland op handen gedragen. We staan hier voor jouw pak. Hiermee ben jij de ruimte ingegaan? Ja, klopt. Ja, dat zou ik zo weer inpassen. Ja, ik weet niet of hij nog gekwalificeerd is. Na zoveel jaren moet er een nieuw pak komen. Is het rubber misschien een beetje aangetast of zo. Zou je er zo weer inpassen? Ik ben iets toegenomen aan gewicht. Ik heb pas gekeken, want ze zijn weer een nieuwere ruimtepak aan het maken. En ik ben iets van 8 kilo zwaarder. Maar dat gaat er met de training wel weer af, dat weet ik wel. Zo, aan het oefenen? Jazeker. Moet toch goed voorbereid zijn als je de ruimte in gaat. Nou, je wordt het toch niet, hoor. Nee? Nee, je weet me nooit, hè. Toch 1 promiel kans, ongeveer. Beter dan niks. Maar heel weinig dus? Ja, heel weinig, ja. Jij neemt niet je gitaar mee straks de ruimte in? Ik kan niet gitaar spelen. Luchtgitaar spelen? Dat kan ik zeker, ja. Ja. Doe eens een stukje. Of vacuumgitaar spelen. Doe eens een stukje. Nou, daar staat hij hoor. Geslaagd. Oké, dank je. Geweldig. Jij wordt definitief niet de nieuwe astronaut. Eigenlijk moet je een enorme nerd zijn, wil je de ruimte in kunnen. Nou, nerd niet, want nerds die gaan niet bergen klimmen, duiken, vliegen. Het is een combinatie van mensen die avontuurlijk ingesteld zijn. Maar die ook de wetenschappelijke achtergrond en expertise hebben. Ze zoeken dus wel iemand die aan bergbeklimmen doet bijvoorbeeld, maar niet zonder gezekerd te zijn. Dus wel avontuurlijke mensen, maar geen waaghalsen. En ze zoeken wel wetenschappelijke opgeleide mensen, maar niet een professor, dokter, ingenieur die alles van één molecuul weet. Die alleen maar in zijn lab zit. Dat zoeken ze niet. Het is iemand die je bent als astronaut iemand die onder hele rare omstandigheden dingen doet voor mensen op de grond. Ben jij nou ook een beetje nerd? Ja. Ja? Ik vind mezelf wel een nerd, maar daar ben ik trots op. En waarom vind je jezelf een nerd? Ik hou van wetenschap. En alles wat daarmee te maken heeft. Gewone echte wetenschap, zowel science fiction, zeg maar, de fictie. Kijk eens een kaalkopje. Ja. Als kandidaat. Ja. Jij speest elk weekend. Nog een keer. Jij speest elk weekend. Mijn Nederland is niet zo goed. Ik op weekend. Je bent een Duitser? Ja, klopt, ja. Als jij straks in de ruimte bent, dan moeten ze wel een beetje op je kunnen bouwen. Ja, maar ik wil niet solliciteren als ik niet denk dat ik dat kan doen. Maar je bent een Duitser. Kunt u niet bouwen? Dat vind ik altijd heel interessant om te weten, hoe is dat nou met seks in de ruimte? Als mensen dat hebben, dan is dat privé. Het is nooit gepland geweest. Zeker niet als experiment, wat ook wel eens wordt gesuggereerd. Dus wat dat betreft is het een privé aangelegenheid. En nooit iets wat wetenschappelijk op het programma staat, zeg maar. Maar als jij er straks een half jaar zit, wil je ook wel eens? Ja, wat heet. Ik bedoel, je bent daar professioneel. Hetzelfde situatie als je lang op reis bent of zo, weet je. Dus wat dat betreft niks bijzonders. Dan hou je gewoon in? Ja, je houdt je in. Je bent zo druk bezig met dingen. Ik denk niet dat het een groot probleem is om een half jaar geen vrouw aan te raken of zo. Geen probleem. I'm in love with an alien, I'm telling you know this, I'm telling you know this.